Hey Ladywives, goedemorgen. Ik ben hier met een herdo tipje. We gaan vandaag een retrokapseltje maken. Een heel eenvoudig retrokapseltje wat iedereen kan doen. Dus we gaan er ineens mee beginnen. Je pakt een deel van je frou-frou en je maakt zo. Je maakt een mooi driehoekje. Zo, zie je? Driehoekje. Doet hij naar voren. Je krabbeert een klein beetje op. Pakt alles samen. Hou het naar achter. En dan opdraaien. En naar voren steken. Kijk zo'n mooi effect dat je hebt. Pakt een paar bobpinnetjes. Steek die daarin, dat wat samen blijft. Twee zal wel genoeg zijn. Ik zal de pakken krijgen. Kijk. Heb je dat effect? Voilà. Nu, de rest van mijn haar heb ik al een klein beetje voorgekrepeerd. Niet echt heel hard. Dus je krepeert gewoon. Iedereen kan zijn haar wel kreperen. Heel lichtjes. Krepeert je haar op. Moet niet te hard zijn. Voilà. Dan pakt u haar langs uw oor. Naar boven. Zo, langs de andere kant ook hetzelfde. In een staartje. Je legt van voor een beetje mooi. En dan doen we eigenlijk net hetzelfde als bij je froufrou. Als je die alles mooi vastpakt. Je draait dat. Ook een beetje gelijk zijn. Voilà. Je draait het op. En je steekt het naar boven. Voilà. Steek er weer een paar pinnetjes in. Dan blijft het zitten. Voilà, wat hebben we nu ondertussen al? Zie je? De constructie blijft staan. De rest van achter steekt je gewoon een beetje naar boven. Met een klemmetje of zo. Voilà. Klemmetje. Draait dat wat op. Steekt dat naar boven, dat dat mooi uit je nek is. Dan pak de strikje. Dan kiezen we een strikje. Wat hebben we aan vandaag? Oranje. Dan kiezen we een oranje strikje. Voilà, en die steken we opzij aan je vrouwtje. Een beetje lak erin. En je hebt een superleuk, super tof retro-kapseltje. Voilà, simpel op een paar minuutjes gedaan. En iedereen kan het doen. Voilà, dat was het retrokapseltje voor vandaag. Probeer het zelf eens uit. Laat me weten wat je ervan vond. Fijne dag voor iedereen. Stay happy, stay beautiful. Bye bye.